Goedemiddag. Goedemiddag. Wie bent u en wat doen we precies hier? Ik ben Guido Zuur, ik ben voorzitter van het Brabants Museum Oud-Oosterhout. En naast mij staat Marja Fick, die is conservator en die doet de PR voor het museum. Oké, en waar zijn we precies? Wat... Ja, dit is het stadje Oosterhout rond 1900. En hier staan 250 miniaturen die allemaal nagebouwd zijn door onze vrijwilligers. Alles wat hier staat is door vrijwilligers gebouwd. En wij zijn ook nog steeds aan het uitbreiden, dus elk jaar komen er weer een paar miniaturen bij. Okay, en is het elk jaar weer een verrassing? Of? Nou, het is geen verrassing. Er wordt wel over gepraat welke miniaturen. En de afgelopen jaren zijn we bezig met het plein De Heuvel. En dat is bijna hebben we daar alle miniaturen van rond. Maar dan moeten we misschien zo even kijken. Dat heb ik ook nog gehad. Een oude wasmachine of een oude tv. En zoals ik al zei, vele van mij kennen. En de kinderen, die zien die kleine huisjes. Het is toch een soort van een klein Madurodam. En die kijken dan naar die huisjes, die kijken naar die etalages, wat er in de etalages ligt. De spullen staan uit begin 1900. We hebben onlangs het doopjurkje van Mooie Keetje mogen we hier tentoonstellen. Nou, daar zijn we al heel erg trots op. Maar binnen hebben we ook nog heel veel andere mooie dingen. De drukkerij, we hebben de vier seizoenen die we hebben nagemaakt. Een woonkamer. Kortom, het is te veel om op te noemen. Dus ik zou tegen iedereen willen zeggen, kom alsjeblieft kijken, want het is hier ontzettend leuk. En weet u ook hoeveel miniaturen hebben wij ook mooi gebouwd staan? Hele mooi, veel mooier dan wij in Oosterhout. Mooie keuzes, hè? Bij elkaar. Hoe lang heeft het geduurd om dit voor elkaar te krijgen, dit ongelofelijke miniatuurdeurtje? Heel erg lang. Het is in de aanloop naar de stichting van het park is deze kerk al gebouwd. Maar het kwam niet op tijd klaar voor de opening in 1993. Toen heeft zelfs nog de school, de voormalige LTS, leerlingen hebben onder leiding van een leraar nog meegeholpen om de kerk af te bouwen. Toen was die wel grotendeels af en toen is die ook geplaatst. Maar het schilderwerk was niet compleet en de glas- en loodramen waren niet klaar. En die zijn pas een paar jaar geleden helemaal zoals ze nu zijn aangebracht. Een vrijwilligster van ons, dat is nog een vrij jonge vrijwilligster, die kan heel mooi tekenen. We hebben de originele foto's van het bestuur van de Sint-Jankerk gekregen. Die heeft die foto's van die glas- en loodramen helemaal ingetekend. En hier hebben we die aangebracht. Ja, wat kun je vertellen over deze twee huizen die hier voor ons staan? Maar je ziet daar voor de deur van de koppelpaden die er mooie keetje staan. Een mooie keetje was een beroemd meisje in Oosterhout. Waarom is ze beroemd geworden? Ze had een verhouding. De verhouding is ook sterk uitgedrukt. Maar ze kon heel goed opschieten met Koning Willem II en met Nicolaas Beets. En Nicolaas Beets heeft een boek geschreven, die kwam uit Stuart. En in dat boek heeft hij geschreven over zijn vriendinnetje Mooie Keetje. Dus hij was echt wel een beetje verliefd op haar. Mooie Keetje woonde eigenlijk in dit appartement. En de ouders hebben op een gegeven moment daarnaast ook de uitspraken gedaan van hotel op de paden. Ik hou van de paden. Ja?